Hallo iedereen, welkom of welkom terug op mijn YouTube kanaal. Zoals jullie in eerdere video's al hebben kunnen zien, ik ben opnieuw begonnen. Ik heb een nieuw eiland gemaakt en ik ben hier super hard aan het werken om 3 sterren te krijgen. En ik ga jullie een beetje meenemen in dat proces en uitleggen wat voor dingen er eigenlijk nodig zijn om een 3-sterren eiland te krijgen. Dus worstel je ook nog heel erg met het halen van die 3 sterren. Blijf dan vooral kijken, want ik ga echt precies uitleggen hoe je dat moet doen. En ondertussen ga ik ook nog even wat van mijn eiland laten zien. Want dan zien jullie ook hoe mijn eiland eruit ziet op het moment dat ik wel of niet die 3 sterren haal. Het behalen van die 3 sterren is pas een ding als je je servicebalie hebt gekregen. Dus als Isabel er is en als je bepaalde dingen al hebt gehaald. Ik weet eerlijk gezegd niet meer precies vanaf welk moment precies Tom Nook erover gaat beginnen. Maar Tom Nook heeft het uiteindelijk over project KK. En dan zegt hij dat hij graag KK Slider wil gaan uitnodigen om te spelen op je eiland. En vanaf dat moment kun je ook die 3 sterren gaan halen. En Isabel vertelt je dan precies wat je eilandbeoordeling is en hoeveel sterren er op dat moment gegeven worden aan je eiland. Op het moment dat ze vertelt hoeveel sterren je eiland heeft, vertelt ze ook iets meer erover. Dan geeft ze een soort van feedback. En het is altijd goed om dat goed te lezen en te onthouden en ook toe te passen op je eiland. Ze zegt bijvoorbeeld dat er misschien te weinig of te veel bomen zijn of te weinig bloemen. Of misschien dat het nog te leeg is op je eiland. En dat zijn goede indicaties over waar je precies nog aan moet werken. Dus dat is goed om te blijven lezen. De eerste vereiste is dat je een aantal gebouwen moet hebben gemaakt. Je moet het museum hebben, de winkel van Timmy en Tommy, een zusjes Abel en de servicebalie dus. En als die er nog niet zijn, dan is het onmogelijk om die 3 sterren te halen. Dus dat zijn belangrijke dingen. Dus als Mabel langskomt op je eiland, koop dan vooral alles wat ze heeft, want dan komt ze zo snel mogelijk die winkel bouwen en dat is dus heel fijn, want dat heb je echt nodig. En het tweede punt is dat je 8 bewoners moet verzamelen. En hier heb ik de tent. De eerste kampeerder is op mijn eiland. En het jammer is dat je deze kampeerder moet nemen. Je moet die op je eiland doen. Dus ik ga nu kijken wie er in deze tent zit. Ik ben heel benieuwd. Een pinguïn. Een smug pinguïn. Oké, nou ja. Het had erger gekund, maar ik ben niet heel erg blij met Tex. Ik ga vertellen aan Tex dat hij op mijn eiland mag komen wonen. Ook al ga ik hem er zo snel mogelijk weer afgooien. En dan ga ik verder met het krijgen van nog meer bewoners. Want ik moet dus tot 8. En met Tex erbij ben ik pas op 6. Het volgende wat je moet doen is met Tom Nook praten. En een huisbouwpakket kopen door te zeggen, ik wil land verkopen, heet het volgens mij. En dan geeft hij je een soort van plek waar je een huis kunt bouwen. Net zoals dat het al eerder is gebeurd. Alleen dit keer hoef je daar niet meubels nog voor te maken of andere dingen voor te doen. Je hoeft alleen maar een bewoner te zoeken. Ik heb hier het huis van Tex geplaatst. En de rest van de bewoners wil ik graag uit gaan zoeken. Dus ik ben heel erg benieuwd wie ik kan gaan vinden. Ik heb echt hele specifieke wensen over wie ik op mijn eiland wil uitnodigen. Dus wat ik dan fijn vind om te doen, ik wil mezelf niet te veel stress bezorgen door alvast land te gaan kopen bij Tom Nook zonder dat ik al heb bedacht wie ik wil of hoe ik daaraan ga komen. Dus ik ga op Facebook en op Anookazon kijken of ik Deidre of Bo kan krijgen. En dan ga ik daarna pas zeggen tegen Tom Nook, ja, ik wil land verkopen en een plekje voor ze uitzoeken. Want als je dat andersom doet, dan als je iemand niet vindt, dan komt er iemand anders. En daar heb ik geen zin in. Dus zo ga ik het aanpakken. Voor vandaag heb ik wel alvast land gekocht. Want ik heb vandaag heel veel tijd en ik denk wel dat ik iemand ga kunnen vinden. Maar voor de rest weet ik niet zo goed. Ik ga gewoon, zolang ik veel tijd heb, nog door. En dan zien we wel verder. Dus ik zet hier alvast een huis neer. En ga ik even denken over wie ik wil en hoe ik die ga krijgen. Oké, ik ben nu toch wel iemand aan het zoeken via Nook Miles Bonnen. Want ik vind het toch best wel leuk om die villager hunt te doen. En ik ga gewoon kijken of ik iemand vind. Nou, dit is Rocket. Die wil ik niet. Rocket is een van de startbewoners van mijn man's eiland en ze is echt verschrikkelijk. Dus ik ga heel snel weer weg. Het tweede eiland. Oh, dit is Marina.
ik hoef Marina ook niet. Ik vind haar niet zo heel erg leuk. Ik vind sowieso die octopus eigenlijk niet zo leuk. Dus ik ga weer weg. Nope. Bye. Even kijken wie hier is. Nee. Doei. Dat gaat hard zo. En hier is Melba. Oh, Melba is wel heel schattig. Ik vind Melba een van de schattigste bewoners. Alleen mijn probleem met Melba is haar huis is echt ontzettend saai. En past ook eigenlijk niet helemaal bij de sfeer waar ik voor wil gaan. Maar ik ga haar toch uitnodigen. Ik denk niet dat ze voor altijd gaat blijven. Maar ik wil haar gewoon wel een keer gehad hebben ofzo. Dus ik ga haar wel uitnodigen. En dan ga ik haar in dat huis doen dat ik net gekocht heb. De rest van de dag heb ik besteed aan het zoeken op Nookazon naar bewoners die ik wou. En ik heb meerdere stukjes land verkocht op één dag. En daar bewoners in gedaan. Maar ze komen per dag komt er eentje bij. Dus je hebt sowieso een aantal dagen nodig voordat je op 8 bewoners bent. Wat ik niet zo'n probleem vind zelf. Want Melba komt dus morgen al. En daar overmorgen komt Deidre. Die heb ik gevonden. En ik ben super blij daarom. Ze is mijn best friend. Dus ik wilde haar gewoon heel erg graag als eerste hebben. En ondertussen ben ik een helling aan het bouwen. En dat is omdat je voor je eiland beoordeling van 3 sterren heb je ook 2 bruggen en 2 hellingen nodig. En op dit moment is mijn eiland nog niet zo ver dat het bijna gaat gebeuren dat ik 3 sterren krijg. Maar ik wil gewoon alvast die helling neerzetten. Want daarvan kan je er dus ook maar 1 per dag doen. En ik wil gewoon niet dat ik moet wachten op een helling. Dat vind ik heel suf. Dus ik ga die alvast neerzetten en dan heb ik dat maar gedaan. Dan zijn er nog een aantal andere vereisten die een iets minder grote rol spelen. Maar ik heb ze hier even op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld het aantal meubels dat je buiten moet zetten. En het aantal hekjes dat je moet plaatsen. Die ook zorgen voor een grotere kans op 3 sterren. En het laatste ding wat ik nog eventjes apart wil benoemen. Is dat je geen troep moet laten rondslingeren. Dus alle dingen waarvan je zegt laten vallen, zeg maar. Die tellen als troep. Bijvoorbeeld ook DIY's en knollen en takken en schelpen die je plaatst of die je laat vallen bij op een andere plek dan waar ze zeg maar gekomen zijn voor het eerst. Dus ruim gewoon echt alles op wat je kan opruimen en dan moet het helemaal goed komen. Ik wilde nog even laten zien waar ik het huis van Deidre heb geplaatst, namelijk hier. En het huis daarvoor is het huis van Bo die ik net heb gevonden. En ik ben echt heel erg blij. Ik wilde deze 2 heel graag. En nu ben ik tevreden. Het is nu ook, als deze allemaal komen, dan zijn het er meer dan 8. Dus ik heb nu niet zoveel haast meer voor die andere. Dus als ik gewoon iemand tegenkom in de komende tijd, dan neem ik die. En dan heb ik er volgens mij 10. Het is nu trouwens een dag later inmiddels. En ik heb ook hier een helling gebouwd. Dat is mijn 2e helling. Dus als morgen deze gebouwd is, dan zijn mijn hellingen compleet. En ik heb ook al 2 bruggen. Dus dan hoef ik geen bruggen en hellingen meer te maken. Dan hoef ik alleen nog maar te wachten op de kledingwinkel en op de 8 bewoners die ik dan heb. En het is inmiddels alweer 2 dagen later. Melba is hier komen wonen gisteren en vandaag is Deidre hier gekomen. En ik ben heel erg blij. Ik ga even hallo zeggen. En dan ga ik kijken of ik misschien nu 3 sterren heb. Het enige waar ik nog over twijfel is dat de kledingwinkel nog niet gebouwd is. Hij staat er wel al. Er wordt al aan gebouwd en hij staat ook al op mijn kaart. Dus ik hoop dat hij wel geregistreerd wordt. Want volgens mij heb ik verder alle eisen gehaald. Dus ik ga heel snel kijken bij Isabel of dat zo is. Je bent nieuwsgierig naar het huidige imago? Jazeker. 4 sterren, kijk. Dus het is ook nog meer dan dat eigenlijk nodig was. Dat is altijd goed om te weten. Dus morgen komt KK Slider en dan kan ik eindelijk kliffen en watervallen gaan maken en paden en zo. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben er ook echt heel erg aan toe. En ondertussen zal ik even laten zien hoe mijn eiland eruit ziet. Op het moment dat ik dus 4 sterren heb gehaald. Dus als je eiland ongeveer vergelijkbaar is, dan weet je dus dat je goed zit. Hierachter heb ik gewoon een aantal bomen en planten geplaatst. En ik zal even laten zien hier links
wil ik graag mijn eigen huis maken en hier een uitsteeksel naar het water waar je dus niet doorheen kunt over het strand. En dit wordt een bakkerij, mijn huis. En dit loopt dan verder door naar een soort straatje. Ik weet nog niet welke kant het op gaat. Hier is een fles. Hier heb ik nu huizen gezet, maar die gaan wel verdwijnen. Want ze staan nu gewoon een beetje in de weg. Hierboven komt het kasteel van mijn man. Mijn man mag op mijn eiland komen wonen. En ik ga ook nog een kasteel voor hem bouwen. Dus hij heeft echt voorlopig niks meer te klagen. Hier op dit vakje komt zijn huis. En hier omheen staan dus allemaal ook spullen en bloemen en struiken en zo. Hier is de kampeerplek. En ik heb hier ook een aantal tentjes neergezet. Verder niet zoveel bijzonders. Ik ga alles sowieso nog aanpassen. Want ik heb het nu gewoon neergezet voor de 3 sterren. Hierboven staan ook nog een aantal spullen gewoon random neergezet. Gewoon een bed en zo. Het maakt me allemaal niet uit. Ik wilde gewoon die meubels neerzetten voor de 3 sterren. En als ik eenmaal kan terraformen, ga ik alles heel mooi maken. Dus dit is ook gewoon alleen maar decoratie voor nu. Even kijken. Oh, hier kan ik niet door. Hieronder komt het gedeelte van mijn eiland waar ik een soort van vissersdorpje van ga maken. En hier heb ik het huis gemaakt van Wim de Wit, voor wie de vorige video heeft gezien. Wim de Wit is een soort van bijnaam voor mijn kat Mushu. Ik heb een karakter voor hem aangemaakt en hij mag ook op ons eiland wonen. Ik had op het vorige eiland een soort van visserswinkel en die ga ik nu een soort van niet opnieuw maken. Helemaal hetzelfde, maar gewoon een nieuwe versie ervan. Want ik vond het wel heel erg leuk en ik heb het maar heel kort gehad en dat vond ik eigenlijk heel jammer. Nou ja, de rest is allemaal, hier is mijn huis waar het nu is, maar ik ga die zo snel mogelijk verplaatsen. De rest is allemaal gewoon eigenlijk onzin. Maar met die onzin heb ik wel 4 sterren gehaald. Ik ben er super blij mee. Ik hoop dat jullie iets hebben aan de tips. En dat het je misschien hiermee wel lukt om de 3 sterren te halen. En ik zie jullie heel graag weer in de volgende video. Waar ik dus ook echt mijn eiland mooier ga maken. Dus ik zie jullie graag dan. Doei doei!